Ahoy mateys, this is Brickbeard, and I'm here today with Brickkid, my nephew and my first mate, to review this LEGO Super Mario Desert Poké Set. So today I got the help from my nephew to help me rate this LEGO Mario set. He is a huge fan of LEGO Mario, so I'm gonna do the rest of the video in Dutch. And I will translate it for you. Zien we hier het geluid? Doe nogmaals klappen. Zie je dat? Elke keer als je klapt, zie je hele grote lijnen. Nou even niks. En dan nog eens heel hard. This set has 180 pieces and it sells for $20, €20, which comes down to 11 cents per piece, which is quite a lot. And it was designed by Leon Pijnenburg, who we know from City, Super Mario, and he also designed the Super Nintendo. Wat vind je het leukste aan deze set? Van Mario. Deze. De Poké. Ja. De Poké. En wat kun je met die Poké doen? Dus met de hamer kun je de stukjes van de Poké wegslaan. Ja. Ja, hè? En dan krijgt Mario punten. Ja. Ja. En als jij deze set, hoe leuk vind je hem? Goed. Goed. En als je hem een punt moest geven. Als je een punt geeft, 1 is heel slecht en 10 is heel goed. Wat zou je hem voor een punt geven?
10. Een 10. So, Brickboy rates the set a 10, of course. He's a fan of all LEGO Mario sets. So, of course, he's going to rate it very highly. We build it together, as you could see. For me, it gets a bit of a lower score. I rate it a 6 for the minifigures, a 7 for the building experience, a 9 for the playability, a 7 for the display value, a 6 for the parts, and a 6 for the value for money, which means a 7 out of 10 overall, which is still a very good rating. En dat was het. Ik moest even Engels praten. Zullen we nou de rest van Mario sets erbij halen? En dan kun je daar nog even mee spelen. Ja, de draak. Maar hoe kan die een Mario staan? Wat moet je doen? Eerst moet je hem starten. En dan? Dit en dan dit en dan dit en dan dit. Met de hamer? Wow, wat de tafel afgeslagen. En dan nog? Op de mol. Had je al hierop gesprongen? Daar zit nog een code. Oh nee. Dat heb je ook al zo. Wow, ik heb wel een 1 en 1 punt. 11. Maar net had je 24, dat was nog meer. Toen had je heel vaak op de mol gesprongen. Maar hij was nog helemaal niet klaar. Vond je man met de hamer weggeslagen? Hallo! Hij was nog niet klaar. Zo. Hallo! Hij was nog niet klaar. Oh. Nog een keer. Dan! Ik was nog even niet klaar. Zo. Nu is hij weer weg. Oh. Hier ben ik grappen maken. Zo. So, since Brickboy is a bit distracted by all the Lego that's in the room, which was to be expected, of course, we will go out and play with all the Lego I have around here. In the meantime, I hope you guys enjoyed this video. If you want me to do more content with my nephew, let me know in the comments. Leave a like, subscribe, and I'll see you in the next video.